breek mijn nagel. Mijn nagel valt af. Dit is de achterkant. Toch? Kan je niet één keer normaal doen? Ik heb het allemaal besteld heb. Dus zwem. Een hele goede morgen. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en hier beneden te abonneren. Jongens, mijn nagels eraf. Oké. Jada heeft zwemles op school. Tenminste, het is geen zwemles. Het is gewoon als je je diploma hebt, mag je met school elke woensdag mee zwemmen. Maar ze noemen het schoolzwemmen, maar het is niet dat je les krijgt. Want kinderen zonder diploma mogen dus niet mee. Dus Jay ging lekker zwemmen. Toen zei die mam, mijn zwembroek zit wel heel erg strak nu. Ik kan bijna niet zwemmen. Dus toen dacht ik, dan ga ik even gelijk online, dat was gisteren dus, een zwembroek voor hem kopen. Maar het zag nog meer leuke dingetjes. Dus ik heb hier het pakket voor Jaden. Dus die wil ik me samen met jullie openmaken. Ik zag nog een paar leuke dingetjes, dacht ik, bestel ik ook. En ben ik benieuwd of het wat is of niet. Het is in ieder geval goed ingepakt. Ik haal even een schaar. Yes. Het was wel ideaal. Gisteren besteld, vandaag lekker al in huis. Jongens, daar hou ik van. En heeft pas volgende week weer zwemmen. Maar heeft hij wel een goede zwembroek. Als het goed is. Dit is de achterkant. Hoe leuk. En dit is de voorkant. Het is wel echt groot denk ik voor Jaden, maar Jaden houdt daarvan van 146 is de maat. Dat is echt wel groot. Maar daar houdt hij van. Dan nog een t-shirt. En ja, oud roze. Ik hoop dat hij dat gaat dragen. Achterkant. Hoe leuk. Echt heel leuk. Ik hoop dat hij het zelf ook leuk vindt. Soms zit hij in de fase van ja, roze vind ik niet erg. En soms zit hij in de fase van oh, roze kan echt niet. Dan gaan de kinderen lachen. Het is maar net welke fase je er zit. En anders draagt hij het lekker thuis. Dat doet hij wel. Dan, waarvoor ik het allemaal besteld heb. De zwembroek. Met allemaal leuke banaantjes. Hoe leuk. Echt heel schattig vond ik hem. Dus eigenlijk hiervoor. Zit er ook zakken in? Nee. Oh, jammer. Hiervoor heb ik hem eigenlijk best besteld. Al dit. Kijk, die banaantjes. Ik vond hem leuk. Ik zei tegen, ik heb een zwembroek voor je besteld met allemaal bananen erop. En die man, kan je niet één keer normaal doen? Kijk, ook dat is een knalroze. Want Jaden heeft getint huidjes. Dan vind ik een knalroze broek ook super mooi. Zeg ik, of deze. En toen dacht ik, kies toch deze. Heel leuk, dan gaat hij zeker wel passen hoor. Dit zat er strak bij die andere zwembroek. De benen, zeg maar. Dus moet het even gaan passen, maar ik neem aan dat het past. Kijk, beter? Ja, deze lijkt wel beter. Kom hier, kijk even. Doe het gewoon, kom hier. Het is al iets beter, maar eigenlijk kan het nog ruimer hoor. Jeetje, Jay. Maar het staat wel mooi, deze kleur bij jou. Dan, voor alle zekerheid, als hij zegt, mam, je laat me echt verschut lopen met die bananen. Ik weet niet of dit veel beter is, maar in mijn mening dacht ik, dan kan je ook nog altijd gewoon met dieren aan. Toch? Dat is wat rustiger. Toch? Dus hij heeft er twee. Dit is maat op 146. Dus het ging niet meer hierom, dat paste wel goed. Alleen zijn been zei hij dat heel strak zat. Dus ik neem aan dat dit wel goed moet zijn. Maar hij heeft er dus twee. Als hij die bananen echt niet wilt, heeft hij met allemaal dieren erop. Oké. Okay. Nu een draai rondje. Oké, laat hier, kom eens hier met die benen kijken. Kom. Oh, nog steeds strak hoor. En dan, heb ik nog iets? Ja, tuurlijk zelfs niet. Oh ja, deze leuke broek. Heel leuke broek. Ik vond hem heel stoer. Hieronder met die elastiekjes, dat vind ik altijd heel leuk. Stoere tekst erop. Geen idee wat eigenlijk. Hier nog eens tekst. Gewoon een hele stoere broek. En hij gaat heel leuk. Ik breek mijn nagel. Mijn nagel valt af. Mijn nagel is eraf gevallen. Nog één. Oké. En deze broek gaat heel leuk vallen omdat hij hier dus straks zit.
En hieronder strak. En dan gaat dit zo baggy vallen. Dit gaat hem echt leuk staan. Ik zie het al helemaal voor. Dit is ook maat 140. Als was 146, dit is 140. En dan volgens mij het laatste setje. Vond ik heel leuk omdat het een setje was. Dit is het t-shirtje. En dan, als je dit t-shirtje aan hebt, deze korte broek erbij. Leuk toch? Dit setje zo. Kijk, kan ik dat iets beter laten zien. T-shirt, broekje. Jongens, ik vond het super leuk. Nou, helemaal geslaagd. Alles ziet er perfect uit. Ik ben er blij mee, jongens. Ik hoop dat jij er ook. Maar dat zal vast wel. Jammer dat mijn nagel eraf gegaan is. Zeg, we gaan zo over straat. Kan toch niet? Die duim was er al af omdat ik in de tuin ging werken. En heb ik dit. Moet je even allemaal eigenlijk eraf halen, hè? Maar ja, dat zou je net zien. Ja, dat dacht ik al. Die gaan dan net weer niet. Die zitten echt goed vast. Dat ga ik nog wel bedenken. Hoe ik dat ga oplossen. Dan is dit de hele stapel die ik voor Jaden heb gekocht. Ik denk dat hij er echt heel blij mee gedaan. Hij is nu nog op school. Dus ik kan het hem nu niet vragen. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Hier beneden te abonneren. En dan komt er morgen vast alweer gewoon een normale dagvlog. Bedankt voor het kijken. Tot morgen.